Wat je hier zag was de beroemde sprong van meneer Felix Baumgartner, de parachutist die het wereldsnelheidsrecord wilde verbreken. En wij gaan zien wat deze sprong te maken heeft met de eerste wet van Newton. In de vorige les hebben we de eerste wet van Newton behandeld. Deze eerste wet van Newton die stelt dat wanneer er geen nettokracht werkt op een voorwerp, dit voorwerp stilstaat of met een constante snelheid zal bewegen, een eenparige rechtlijnige beweging zal maken. Meneer Newton heeft deze wet opgesteld en hierbij maakt hij gebruik van het begrip kracht. Voor het gevoel voor de meeste mensen gaat deze wet eigenlijk in tegen wat jij in de praktijk ziet gebeuren. Want in de praktijk zie je altijd eigenlijk dat wanneer een voorwerp geen voortstuwende kracht heeft, bijvoorbeeld een tennisbal, en je gooit die tennisbal weg, dan zal die tennisbal op een gegeven moment zal die stilstaan. Als je maar lang genoeg wacht, dan is hij uitgerold en dan staat hij stil. Andere kant, als je een voorwerp hebt met wel een voortstuwende kracht, denk bijvoorbeeld aan een auto, dan als je die laat rijden op een weg, na verloop van tijd zal die auto met een constante snelheid gaan bewegen, onafhankelijk van die kracht die die auto vooruit blijft duwen. Voor ons gevoel gaat die eerste wet van Newton eigenlijk nooit op. En we gaan deze les kijken hoe we dat kunnen verklaren, waarom die eerste wet van Newton toch klopt en waar wij dan onbewust geen rekening mee houden. Nou, Newton die had het over kracht. Je kunt heel veel verschillende krachten definiëren. Ik heb er hier een aantal onder elkaar staan. De meeste zijn al wel voorbijgekomen afgelopen jaren. En deze les gaan we ons richten op één van deze krachten, namelijk de bovenste van het rijtje, de wrijvingskracht. En daar zit hem meteen het probleempje, want wanneer je een voorwerp hebt op aarde, dan zal er altijd een wrijvingskracht optreden. Er zal altijd een wrijvingskracht werken op dat voorwerp. En die wrijvingskracht zal er altijd voor zorgen dat wanneer je een voorwerp hebt zonder eigen voortstuwende kracht, dat je op een gegeven moment stil komt te liggen. En op voorwerpen die wel een voortstuwende kracht hebben, dat die vaak op een gegeven moment met een constante snelheid blijven bewegen. Die wrijvingskracht is dus vrij belangrijk als je die eerste wet van Newton wilt toepassen. Vrij belangrijk om te snappen. Nou, we gaan ons in deze les richten op die wrijvingskracht. Belangrijk, dat geldt voor alle wrijvingskrachten. En belangrijk is dat de wrijvingskracht altijd staat in de richting tegenovergesteld aan de bewegingsrichting. Dus de wrijvingskracht zal altijd de beweging tegen willen gaan. En na verloop van tijd zal die wrijvingskracht vaak winnen en ervoor zorgen dat het voorwerp stil blijft staan. En zo komt het ook dat wij het misconcept hebben dat wanneer een voorwerp in rust is, wanneer er geen krachten op een voorwerp werken netto, dat het voorwerp altijd stil blijft staan. Wij gaan een drietal wrijvingskrachten gaan bekijken. En dit zijn ze. En de eerste van die drie is de schuifwrijving. En dat is de wrijvingskracht die je krijgt bijvoorbeeld als je een blok over de grond schuift. Daar heb je een kracht voor nodig, wil je dat blok in beweging houden. En die voortstuwende kracht heb je dan nodig om die schuifwrijving op te heffen. En die schuifwrijving wordt eigenlijk veroorzaakt doordat zowel het oppervlak van het blok als het oppervlak van de grond niet perfect glad is. En je dus een hobbelig iets over een hobbelig iets wilt duwen. Belangrijk bij die schuifwrijving is eigenlijk het volgende. Dan heb ik dit grafiekje bij. Dat als het blok stilstaat, dat is het statische gedeelte in het plaatje. Als het blok stilstaat, dan kan de schuifwrijving elke waarde hebben tussen 0 en de maximale waarde die de schuifwrijving kan hebben. Als je bijvoorbeeld een blok hebt die stilstaat en je begint er tegenaan te duwen, en je begint een beetje rustig te duwen, dan blijft het blok nog steeds stilstaan. Jouw voortstuwende kracht is dan even groot als de schuifwrijving. Ga je iets harder duwen, maar nog niet hard genoeg voor het blok om te gaan glijden, dan is jouw voortstuwende kracht groter, maar blijkbaar jouw schuifwrijving ook. Dus jouw schuifwrijving die past zich aan de kracht waarmee jij tegen het blok aanduwt. Dat gaat goed tot dit punt, tot het punt waar het blok gaat glijden. Dan heb je de maximale schuifwrijving te pakken. En groter dan dat kan die niet worden. Dus ga je harder duwen dan die maximale schuifwrijving, dan begin je het blok
te gaan bewegen. En wat je dan vaak ziet, is dat op het moment dat het blok gaat glijden, dat de schuifwrijving die je dan nog nodig hebt om hem te laten glijden, is net iets kleiner dan die maximale schuifwrijving. Dus je krijgt altijd een grafiek met een puntje erin. En je hebt een duidelijk verschil tussen de statische situatie en de situatie dat het blok echt glijdt. Goed, dat is schuifwrijving. Je kunt er ook een formule bij bedenken. De grootte van de schuifwrijving hangt eigenlijk maar van twee dingen af. Die hangt af van de grootte van de normaalkracht, oftewel de grootte van het gewicht. Dus hoe zwaarder het blok is, hoe groter ook de schuifwrijving zal zijn. En het hangt af van een constante, dat is de mu. Dat is de wrijvingscoëfficiënt. En die wrijvingscoëfficiënt die hangt dan weer af van het materiaal waarvan de grond en het blok is gemaakt. Dus heb je een oneffen blok wat je over een hoogpolig tapijt wil duwen, dan heb je een veel grotere waarde voor die mu dan wanneer je een heel glad blok over ijs wil duwen. Want dan heb je een relatieve kleine schuifwrijving, dus ook een kleine wrijvingscoëfficiënt. Nou, even een voorbeeldje van schuifwrijving uit de sportweer. We zien dadelijk een wielrenner die een schuiver maakt, dus hij gaat onderuit. En wat je heel goed ziet, is dat zijn snelheid enorm snel afneemt doordat ineens er een schuifwrijving op heel zijn lichaam uitgeoefend wordt. En die schuifwrijving is vrij groot, dus hij glijdt maar heel klein beetje door en dan staat hij stil. Has come to the front with William Bonnet hoping for a chance at the sprint victory. And then Gerald Sialek, not too far back as well for Milram. And there's a crash on the right-hand side of your screen. A Garmin rider has. Binnen een seconde ligt de wielrenner stil, omdat er ineens een extra schuifwrijving is gekomen. En die zorgt voor een enorme afremming. Nou, mooi bruggetje van wielrenner naar de rolweerstand. Dat is de tweede weerstand. Rolweerstand heb je altijd wanneer je een voorwerp hebt met wielen. En dan zul je ook zien dat, hoewel het voorwerp dan veel makkelijker kan bewegen dan wanneer je dat voorwerp moet schuiven, dat je dan ook altijd nog een wrijving hebt en die heet dan de rolweerstand. En de rolweerstand komt eigenlijk door, wordt veroorzaakt door de vervorming van het wiel. En hoe groter de vervorming van het wiel is, hoe groter de rolwrijving. En niet alleen de vervorming van het wiel, maar ook de vervorming van de ondergrond. Dus als praktijkvoorbeeldje kun je indenken dat je op een mountainbike fietst. Een mountainbike met dikke banden, die zijn relatief niet zo hard opgepompt, dus die kunnen goed vervormen. En je rijdt met die mountainbike over een zandpad. En het zandpad kan dus ook goed vervormen. Dan heb je twee oppervlakken die goed kunnen vervormen. En dan kost het je relatief veel moeite om vooruit te komen. Als je nou echt snelheid wil maken op de fiets, dan pak je een racefiets met hele dunne banden. En die dunne banden kun je dan ook weer heel hard oppompen. En die racefiets die beweegt dan over asfalt, wat ook vrij hard is. En dan zie je dat de vervorming veel kleiner is en dat je daardoor een veel kleinere rolweerstand hebt, waardoor je veel harder kunt bewegen. Wil je het helemaal extreem maken, dan maak je een ijzeren wiel en die laat je rollen over een ijzeren weg. Dan heb je heel weinig vervorming en dus ook heel kleine rolweerstand. En dat doe je dus als je te maken hebt met een trein. De derde weerstand, de derde wrijvingssoort, is de luchtweerstand. En de luchtweerstand, ik heb hier weer als voorbeeld de fiets gepakt. De luchtweerstand hangt van een aantal dingen af, waaronder het oppervlak wat jij als fietser inneemt. Je ziet hier de fietser op je afkomen. Dit is het effectieve oppervlak van de fietser. En hoe kleiner dat oppervlak is, hoe kleiner die luchtweerstand is. Wat maakt nou nog meer uit bij de luchtweerstand? Nou, er zijn een aantal factoren. Naast het oppervlak, dat is de A in de formule, maakt ook de vorm van het voorwerp uit. Dat is deze coëfficiënt met C. Dat geeft eigenlijk aan hoe aerodynamisch gevormd het voorwerp is. Nou, dat kun je niet zo 1, 2, 3 uitrekenen. Dus als je een sommetje maakt waarbij dit moet uitrekenen, krijg je C altijd gegeven. Daarnaast is ook de dichtheid van lucht van belang. Want hoe dichter de lucht, hoe meer moeite je moet doen om er doorheen te worstelen. En hoe groter de luchtwrijving dus zal zijn. En je ziet nog één term in deze formule staan. En dat is een vrij belangrijke term. Dat is namelijk de snelheid.
De luchtwrijving neemt toe als de snelheid toeneemt. En dat geldt voor die andere twee wrijvingssoorten niet. Maar bij de luchtwrijving wel. Sterker nog, de luchtwrijving neemt kwadratisch toe met de snelheid. Dus ga jij twee keer zo snel, dan zul je een vier keer zo grote luchtwrijving moeten overwinnen. En dat is eigenlijk ook de grootste reden dat een racewagen of een racefietser maar een bepaalde maximale snelheid kan bereiken. Want bij hoge snelheden is deze luchtweerstand veel en vele malen groter dan de rolweerstand of eventuele schuifweerstand van het voorwerp wat je dan aan het bekijken bent. Om dit te illustreren heb ik nog een filmpje van een wielrenner die een afdaling rijdt. En normaal kun je bij een afdaling hoge snelheden halen natuurlijk. Maar hij heeft nog een trucje om de snelheid nog hoger te maken. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn luchtweerstand minimaal is. Door een heel simpel trucje te doen. Hij is heel dicht achter een auto gaan rijden. Die auto heeft voor hem eigenlijk de lucht weggeduwd. Dus hij rijdt relatief in een omgeving waar hij heel weinig luchtweerstand heeft. Dit is de Nederlandse renner Theo Bos in de afdaling op Mallorca. 100! km/u reed deze man achter een auto natuurlijk. Goed, we hebben gezien dat de wrijvingskrachten heel belangrijk zijn als je de eerste wet van Newton wilt gaan toepassen. In het volgende filmpje gaan wij deze eerste wet van Newton en de wrijvingskracht toepassen op de situatie die we aan het begin van deze film zagen, namelijk de sprong van de parachutist. En we gaan kijken of we het een en ander kunnen achterhalen van deze recordsprong van deze parachutist. Dat dus in de volgende les.